Yo, VacuGamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op VacuGames Reloaded. En jongens, ik wil vandaag met jullie verder met het project Vaco, ruim je troep nou eens een keertje op. En daarom wil ik met jullie vandaag eindelijk eens een keer een beginnetje maken met het uithakken van de opslagruimte. Dit moet uiteindelijk de toegangspoort naar de opslagruimte worden, maar die echte opslagruimte die moet natuurlijk veel groter worden dan 3 bij 3, dat is veel te klein. Dan schieten we deze mee op. Ik heb namelijk nog ontzettend veel zooi en dat moet ik ergens ooit een keertje kwijt. Dus laat ons de boel rustig uithakken. Dan weten we ook precies hoeveel van die kleiblokken we nodig hebben. En dat zal ook een hele klus worden om die bij elkaar te krijgen. Maar laten we eerst dit maar eens eventjes doen. Dan zien we hoeveel we hebben, weten we hoeveel we nodig hebben en kunnen we daarop anticiperen. Lekker bezig, Vaco. Ik vind dat ik nu al een like verdiend heb voor mijn planmatigheid. Dat vind ik een mooi woord. Planmatigheid. Dat is een mooi woord om de zondag mee te beginnen. Want planmatigheid, dat is natuurlijk iets waar ik onbekend sta. Hè? Ik sta bekend om mijn planmatigheid in Minecraft. Ik plan namelijk alles. En ik heb van alles een strak plan. Dus ik ben echt zeer planmatig. Laten we eens eventjes... Dat is trouwens niet waar. Laten we gewoon eens eventjes een beetje ruimte maken. Gewoon een beetje ruimte. Oh, eens even kijken. Ik heb echt zo ontiegelijk veel zooi. En het moet allemaal ergens kwijt. Dus dit is... Hoe diep moet het eigenlijk worden? Heel diep, Vaco. Oké, heel diep. Nou, dan gaan we nog een stukje dieper. We moeten altijd dieper. En er moet ook even wat licht. Licht in de duisternis. Ik ben en blijf een soort Minecraft Jezus. Ik breng licht in de duisternis der Minecraft. Dat is hoe ik ben. Dat is hoe ik altijd zal zijn. Gewoon eventjes een beetje zo. Hoppakee. Heb ik nog een scheurbotap? Ah, het is niet echt een scheurbotap. Het is een unbreaking schep. Maar hij doet wat hij moet doen. Namelijk scheppen. En dat is heel belangrijk. Je moet doen waar je goed in bent. Hè? En een scheurbotap light is natuurlijk gemaakt om een beetje te hakken. Laten we... Dat moet ook weer niet een hele lange gang worden of zo. Dat is ook een beetje overdreven. Dan duurt het een kwartier voordat ik bij mijn items ben. Ik denk dat ik hier een beetje naar rechts moet. Nou, tenminste, als je van deze kant komt, dan is het naar rechts. Als je van deze kant komt, dan komt het naar links. Jullie snappen hoe het werkt. Jullie hebben allemaal een geweldig richtingsgevoel. Dus jullie snappen hoe ik dat bedoelde. Toch? Als je het niet snapt, ja, dan heb je pech. Dan moet je terug naar de basisschool, I guess. Dan kan je vast een stukje ruimtelijk inzicht leren. Hoppakee, dit allemaal aan de kant. Oh, ik zit hier naast die portal. Oh, dat is ook heel fijn. Dan heb ik constant die portalherrie in mijn nek. Nou ja, dwingt me wel om snel mijn spulletjes neer te leggen en dan weer heel hard te smeren. Want ik word echt knettergek van die portalgeluiden. Doen we even zo. Hoppakee, dan wordt dit dus van dat gewone steen. Wacht, we kunnen wel een beetje pakken. Dat is ijzervaco. Dit, kijk, dat geeft 24 van die troep. Dan kunnen we daar heel snel eventjes een paar bricks van maken. Gewoon om even aan te geven tot waar het ongeveer een beetje moet lopen. Kijk, dan komt het dus tot hier. Dat wordt dat. Dan zou je kunnen zeggen kist, kist en dan nog een kist. Dan heb je 3 kisten naast elkaar. Maar hoe diep gaat dit door? Want als dit diep doorgaat, dan kan ik misschien 2 kisten bovenop elkaar zetten. Dat zou ook wel heel tof zijn. Maar dan zou je zien, er zit hier natuurlijk die portal. Oh, valt wel mee. Het is een stuk dieper dan dat ik dacht. Dat was mooi, want dan kan ik meerdere kisten neerzetten. En hoe meer kisten ik neerzet, hoe meer zooi je kwijt kan. Oh, kijk, hier zit mijn portal dus. Aha! Oké, het is een stuk minder diep dan ik dacht, maar goed. Doen we even zo. Oh, niet zo vaak, hoor. Wel recht alsjeblieft. Laten we trouwens gauw dit gat dichtmaken, voordat er een creeper in besluit te wandelen. Zal niet de eerste keer zijn. Even een lampje erbij, zo, hoeps en floeps. Dan kunnen we zeggen dat we hier een rij met kisten doen. En hier. Dus dan komt er een rij beneden en een rij boven. Dat is toch op zich wel prima. Dan doen we zo. Ja, zo ontiegelijk veel zooi heb ik nou ook weer niet. Dan doen we het op deze manier. En dan moet... Zullen we die hele vloer ook van dit brick doen of doen we daar hout? Het zou wel een stuk sneller zijn als het gewoon hout is. Gewoon birch hout. Lekker simpel. Straight to the point, straight on. Birch planks, komt u maar. Dan moeten we die vloer er ook even uithakken. Dan hebben we in ieder geval de vloer. Als je een vloertje hebt, dan komt de rest vanzelf. Zit er toevallig ook nog kool? Dat zou heel erg mooi zijn. Zoveel mazzel zal ik dan weer net eventjes niet hebben. Dat ik ook nog heel veel kool ga vinden. Want ik kan op zich ook wel weer wat kool gebruiken. Maar kool die gaat vrij hard. Zeker als je al die klei moet smelten. Dan gaat het heel hard op een gegeven moment. Dan gaat het echt knetters hard, jong. Gaat knetters hard. Doen we even zo. Mijn vloertje erin. Hoppatee. Zo. Bam, 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 bam. Helemaal vol. Zo. En is dat het vloeroppervlak? Hebben we dat maar vast gehad? Dit moet dan... Ja, toch dit worden, denk ik. Of niet? Of niet? Ja, dat is wel het mooiste, hè? Dat is wel het mooiste. Maar dan moeten we dus dit helemaal...
Dit moet dan ook van dat spul worden. Mijn duim en pickaxe gaat er bijna aan trouwens. Dan moet dit ook allemaal klei worden. En dit allemaal klei. Waar ben ik in vredesnaam al begonnen? Nou ja, hey, het is voor het goede doel, zullen we maar denken. En dan moeten we dus kist, een beetje ruimte. Kist, dun, een beetje ruimte. En dan hier 1, 2 kist. En dan wordt dit een muur. Dus dan moet hij tot zover moet hij komen. Dat is echt knijterdiep, Vaco. Ik weet het. Ik weet het, mijn beste. Maar ik kan er niks aan doen. Het moet gewoon zo diep. Het moet echt... Auw. Hey, cave. Of niet? Oh nee, het is gewoon de andere kant, joh. Het is helemaal geen cave, jammer. Ik had wel een leuke cave gewild. Onder mijn huisje. Dat had heel makkelijk geweest. Oh, wat gaat dit traag. Dit gaat traag, jong. Ik hoop dat je even de tijd hebt. In je weekend. Ik weet dat het zondag is, maar het zou toch wel heel fijn zijn als dit gewoon een beetje doorschept. Een beetje doorhakt. Dat zou echt lekker zijn. Hatsikido, hatsikide. Weg met die zooi, wat moet ik ermee? Kijk, daar heb ik dus gewoon bijna weer een inventory vol met meuk. Waar ik helemaal niks aan heb. Story of mijn spreekwoordelijke leven. Even een lampje erbij, ik zie geen moer. Hapsakee. Dan storten we even de rest van het vloertje vol. Zo, dat moet namelijk wel lekker synchroon. Hoe noemen ze dat? Lekker symmetrisch. Dat is het woord wat ik zocht. Symmetrisch. Dat is ook zo'n mooi woord om op je zondag te gebruiken. Dat als iemand vraagt hoe heeft de Vaco zijn opslagruimte gemaakt, dat jij kan zeggen symmetrisch. Nou, dat is toch fijn als iets symmetrisch is. Hatsee. Mijn gezicht is trouwens alles behalve symmetrisch. Maar ja, dat weten jullie wel. Rampapapam. Nog een reden trouwens om geen facecam te gebruiken. Hoeven jullie niet naar mijn niet-symmetrische gezicht te kijken. Zo. Dan aan deze kant nog een stukje. Want hij moet dus hier de bocht om. Dus dit moet ook... Och, jee, maar ik heb er knijterveel voor die troep nodig. Oh, man. Nou ja, het is niet anders. Het is voor een goed doel, hè. Het is voor een goed doel. Het moet allemaal mooi worden. Het moet allemaal prachtig worden. En ja, dat kost een beetje moeite. Is dat erg? Wel, nee. We hebben toch alle tijd, man. Dat is nog lang geen 31 december. Zo. Vloertje erin. Dan heb ik zeker ook weer te weinig stenen. Dat zal je altijd zien. Of te weinig hout natuurlijk. Dat zal je altijd zien. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Maar dat vind ik vast nog wel ergens in een kistje. Dan moet hij dus hier de hoek om. En dan moet hij 1, 2, 3 en dan de muur. Dus hier de hoek om. En dan 1, 2, 3. Dus 1... 2, 3, nee, 4 en dan een muur. Dus 1, 2, 3, 4 en dan een muurtje. Jee, mag even een klus. Ik dacht, dit doe ik even in 1 of 2 afleveringen. Maar ja, ik verkijk mezelf altijd op dit soort projecten hier. Dan denk je, nou, dat is toch wel zo gebeurd. En dan ben ik er vervolgens een uur mee bezig. Als je al die afleveringen bij elkaar optelt, kom je al snel op een uur bij mij. Voor meerdere projecten. En ik doe er nogal veel door elkaar heen. Ik moet namelijk ook nog een bruggetje richting de koeienfarm maken. Dat moet ik doen. Ik moet nog een paadje maken naar de kerk. Dat is ook heel belangrijk. Dan kan ik lekker snel enchanten zonder 26 kilometer om te hoeven wandelen. Ik moet de schapenfarm moet ik nog doen. Die moet nog helemaal af. Jeumig. Ik hoop dat ik het ga redden 31 december. Als ik het niet ga redden 31 december om al die projecten af te krijgen, dan moet ik andere plannen gaan verzinnen. Wat zou jij even doen, gravelblokje? Dat is niet de bedoeling. Dit moet dus allemaal van dat hout worden. Zo. En dan gaan we maar eens eventjes kijken in die ovens die tot nu toe allemaal lekker hebben staan branden. Hoeveel van die troep we hebben. En hopelijk vinden we onderweg dan ook nog een beetje extra birchwood. Dat zou helemaal fijn zijn. Schep je er tussendoor. Zo, hatzee. Oh, het is al een stuk beter dan het een paar afleveringen geleden was. Het ziet er een stuk beter uit. Hebben wij nog ergens birchwood? Dat zou echt helemaal mooi zijn. Zal we niet. Die zal ik wel weer ergens vandaan moeten toveren. Birchwood. Nee, hè? Even een tukje doen dan. Met een schep in mijn hand. Een echte schepper schept altijd. Ook 's nachts en in bed. Ik schep altijd overal. Is hier nog ergens iets? Nope. Gelukkig heb ik een bijl. Dus ik kan het wel vrij snel ophalen. Hier is nog het ijzer in. Wat leuk voor de experience. Dit kan maar mee. Want dan weet ik dat ik dat bij mijn totaal op moet tellen. Zo. Eens even kijken. Hoeveel we nog in die andere kisten hebben zitten. En of daar toevallig iets van birchwood in zit. Dat zou mooi zijn. Plus natuurlijk, we moeten die klei hebben. In brickvorm. Heb ik hier iets van even één? Oh, hier slabs. Oh, dat kan ook. Oh, dat kan ook prima. Slabs is ook goed. Dat is misschien zelfs nog wel beter slabs. Als ik er dan slabs van gemaakt had, had ik met de helft dubbel zoveel kunnen doen.
Ja, dat is allemaal veel te veel Minecraft-tactiek, hè. Die heb ik helemaal niet. Ik ben gewoon een ongelofelijke Minecraft-kneus. Zit hier nog wat in? Birch planks, wel ja, dat zijn er twee. Maar wie het kleine niet eert, die is het grote niet weert. Dat zijn mijn opa altijd. Ja, oké, level 15 zijn we alweer. Hartstikke lekker. Deze graag, daar zitten er nog 5. Had ik hier ook niet toch een beetje ingemikt? Nee. Jammer, dames, ik ben het helemaal met jullie eens. Helemaal met jullie eens. Alles in het leven is meuu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 u
die dingen. Kijk, het is niet veel, maar het is iets. En daar komen we vast wel een beetje een stukje mee. In ieder geval om de ruimtes aan te geven. De randen, dat is het belangrijkste. Dat doen we vandaag, de randen. En dan gaan we morgen wel weer op zoek naar meer klei. Want dan kunnen we vandaag het vloertje afmaken. We kunnen de randen erin storten. Nou, het enige wat we daar nog nodig hebben is meer klei. Hey, kool, daar, nice. Die wil ik ook binnenkort eens pakken. I need some more coal in mijn leven. Even kijken hoor. Klikkie-klakkie, dutje dicht. Nou, eens even kijken. Want dan moet dit dus helemaal zo worden, uiteindelijk. Tot aan hier. Dan moet dat 1, 2, 3, 4 de hoek om. Dat moet dan hier ook. Zo, tot aan hier. Dan moet... Wat heb ik dat nu weer bedacht? Zo geloof ik, hè? Ja, oh, dan hoeft hij helemaal niet tot hier. Dat scheelt weer een blokje. Dat scheelt weer. En dan... Zo. Dan kan hier een kist, hier een kist. En dan als ik dit nou nog weg zou kunnen hakken. Dat kan nog. Dan kan ik nog... Komt dit dan ook uit? Nee, niet helemaal, hè? Maar wel als ik zo doe. Hoppakee. Dan moet ik alleen eventjes iets bovenop doen. Dan kan ik 3 lage kisten doen. Hier eentje en erbovenop. Dat is op zich wel een dingetje. En dan kunnen we 1, 2... Dan moeten we dus hier... Deze neerleggen. Zo, dat moet natuurlijk wel hetzelfde zijn. Dus dan moet die hier al deze kant op. Dus ik heb verkeerd geteld. Lekker bezig, Vaco. Zo. Tot aan... Nou ja, in ieder geval een stuk deze kant op. Dan moeten we daarbovenop een laagje zo doen. Hop. Nou, even voor de vorm. En dan daarachter nog 1 laag. Dan is het hetzelfde, toch? Dat is ook een spelletje trouwens waar Evie helemaal blij van wordt. Memory, je vindt ze geweldig. Helemaal als de tweede dezelfde vindt. Ja! Ja, Evie, het is goed. Beetje zoals ik. Als ik iets moois vind in Minecraft, word ik ook helemaal vrolijk. En dan moet dus... Dit is die, dat is die laag. Ja, dan moet deze dus ook nog eruit. Zo. En dan moet deze dus... Zo komen. Hop. Plus natuurlijk deze muur. Dus dit moet een muurtje worden... Ik denk dat dit ongeveer een beetje de vorm is. Het is niet helemaal perfect natuurlijk. Maar ja, we moeten sowieso eerst meer van die stenen hebben... voordat we de rest van de vorm uit kunnen zetten. Laten we even het dak zo ver mogelijk weghalen. Dan kunnen we dat er zometeen inzetten. Of nou, zometeen. Voor jullie natuurlijk morgenochtend. Zover was ik ook ondertussen. Even kijken hoor. Zo, bam, 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 bam. Lampje erbij voor de gezelligheid en de sfeer. Vloertje verder afstorten. We hebben in ieder geval het vloertje te pakken. Zo. Nou, dan is het alleen een kwestie van verder uithakken en meer klei erin. Toch? Gewoon meer klei, dat is het enige wat ik nodig heb. Meer van die troep. Maar ja, om klei te krijgen moet ik ook weer heel veel hout hebben of heel veel kool. Dus misschien moet ik toch nog eventjes onder de grond op zoek naar wat kool. Gewoon puur voor het smeltgemak. Ik ben een gemakkelijke jongen. Dus ik heb wel eigenlijk... Kan je kool smelten bij kamp? Nee, dat zal toch niet. Bij kampvuur. Ik weet wel dat je eten kan bakken bij een kampvuur. Dat heb ik wel geleerd. Maar of je ook daadwerkelijk kool kan smelten? Ik denk zomaar van niet. Het zal wel heel erg overpowered zijn. Zo, lampje erbij voor de sfeer en de gezelligheid. Nou, hey, kijk eens eventjes. Het begint iets te worden. Het lijkt nog niet op het eindresultaat, maar het begint iets te worden. Je zou er een soort van opslagruimte in kunnen herkennen als je een beetje moeite doet. Hey jongens, wat ik ga doen. Ik ga morgenochtend met jullie... Op de vroege ochtend op zoek naar wat kool. Ik denk dat ik dat vrij makkelijk kan vinden door gewoon daar die put beneden in te duiken. Dan kan ik zomaar een stekje kool vinden. Als we dat hebben, dan gaan we de rest van de klei smelten. Dus die we hier hebben. En dan kunnen we dat weer gebruiken om natuurlijk de rest van de muren af te maken. En waarschijnlijk moeten we dan nog heel veel klei zoeken. Maar dat doen we lekker op een andere dag. Voor nu jongens, ontzettend bedankt voor het kijken. Ontzettend bedankt voor het liken van deze video. Abonneer op Vaco Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik je dan snel weer terug. Namelijk morgenochtend bij de volgende aflevering van Minecraft Survival
hier op Vacuum Games Reloaded. Mazzel!